De duizenden protestvoerders die zich vanmorgen op het Onafhankelijkheidsplein hebben verzameld, zijn de mening toegedaan dat de huidige regering moet opstappen. Onze nieuwsdienst heeft enkele actievoerders gesproken. Zowel jong als oud gaf aan waarom de actie wordt ondersteund. Omdat we dat hebben gedaan, dat we kunnen ook een goed wat we bouwt aan regeren. Wat bouwt hij praatpakket, maar nee, die trapartijs, maar hoe netjes is sensie. Hij praat pakket nooit. En van welk partij ben je? Mina NPS. Mina wat tranga NPS. Dede poer ben in NPS, meneer Gwemoro. Maar u bent een senior burger, je nou een bigisma. En if een bigisma is dat ik pina, dat een brief dat ik go. Ik pina ja. Wat a vijf? O meneer, je 500 gulden. A hoeveel? De hier is er een streefje. De sandira winkels, dat is van weinig. Vanwege de economische situatie van het land, en ik ben ook ondernemer, en mijn bedrijf is ook al een jaar gesloten. Vanwege de economische situatie. Wat type bedrijf had u? Een bouwbedrijf. Aannemingsbedrijf Cornerstone heeft een van het belangrijkste gebouwen gebouwd. Dat is politiepost Richelieu, waar meneer Van Trek nu zit. Oké, u zegt u bent het komen ondersteunen, maar wat wilt u met uw ondersteuning eigenlijk bereiken? We willen een ommekeer hebben. We willen om een keer. We willen terug naar die tijd waar we met 50 SRD naar de supermarkt kunnen gaan en zeggen van we gaan met een hele plastic zak vol naar huis. En u meneer? Nou, ik sta achter mijn zoon. Hij is mijn zoon, dus ik bouw hem. Hij moet zijn bedrijf willen opstarten, maar vanwege de economische situatie, even het al gezegd. Dus laten we geloven dat het goed zal gaan met Suriname. Mensen vonden dat zo'n protestactie geen zin had. Deelt u ook dezelfde mening? Nee. Het heeft wel zin, ja. Ondernemers en boeren die vanuit het reisdistrict Nikeri zijn afgereisd om de actie te ondersteunen, vinden dat de Nikerianen het niet meer zo makkelijk hebben als toen. U hoort ook Don Greb van de progressieve werknemersorganisatie PWO, die zegt dat hij trots is op de Surinamers die zijn komen opdagen. Ja, ik werk bij de overheid en de anderen niet. De anderen zijn landbouwers hier, ondernemers hier en we hebben verzameld en we zijn hier gekomen. Waarom vindt u het belangrijk dat u deze actie ondersteunt? Waarom we dit vinden? U ziet het zelf, de koers van 82 naar 89. U ziet de prijzen in de winkels. Elke dag zijn de Chinezen hun prijzen met 20% aan het verhogen. Denkt u, kijk wat er gebeurt in het land. Dan met de maïteiwi dat alles zei, boom. Noemt men dat een ontwikkeling? Er is ontwikkeling, ja. We kopen kunstmest voor 200 SRD. En dan verkopen we paddy voor maar 100 SRD. En een zak rijst werd verkocht in het supermarkt. 10 kilogram voor 45 SRD. Wat gebeurt met de boeren? Dus ze zien het zelf. U bent landbouwer? Ja. En wat vindt u zelf van de situatie? Niets gaat goed. Alles is verhoogd. Alleen salaris blijft hetzelfde. Paddyprijs, hetzelfde. Alleen kopen we dingen. Een liter medicijn. Het is al 50 SRD geworden. Dus dan... Ze hebben wel ontwikkeling gebracht. Ze hebben pakketten aan de mensen, ze geven pakketten aan de mensen. Dat is ontwikkeling. Mensen bedelaar gemaakt. Ga kijken wat er nu aan de hand is in Suriname. Ga kijken naar de boeren wat er in Nikeri gebeurt. De mannen saai. Dit krop hebben ze niet kunnen saai, want wat kan je pompen? Nee, pompen. Wat er als revie. Kijk wat, dit, ze moeten weg. En ik ben vooral het bedrijfsleven dankbaar. Dat ze dus de mensen in de gelegenheid hebben gesteld om hier aanwezig te zijn. En u begrijpt, mensen gaan niet zomaar uit huis komen om hier te staan. U ziet de situatie, de schandaal, centrale bank, de zaak Chotelal, de kwestie in het onderwijs, toch? Dagelijkse problemen waarmee de mensen zitten, de devaluatie. U begrijpt, iedereen heeft het verschrikkelijk moeilijk. De koers die gestegen is naar 10. Dus in feite, als je 1000 SRD verdient,
in Amangonawansi. En het is een signaal naar de regering dat jij grappen aan het maken bent terwijl duizenden mensen pinaren. En dit is het. Als je een viering dan komt. Don Grep, vertegenwoordiger van de PWO en daarvoor ondernemers en boeren vanuit het race-district Nikeri. Wij spraken hem vanmiddag tijdens de protestactie op het Onafhankelijkheidsplein.